snel naar de garage en dan zo meteen weer door. Klopt, oorspronkelijk kom ik uit Amsterdam. Alleen ja, ik vond het hier mooier, dus ben hierheen verhuisd. Ja, geen vuilnisman of vrouw meer, want dat mag niet meer. Dat moet geen neutraal zijn. Dus ja, eigenlijk vuilnismens. Dit zijn mijn twee collega's. Hun zijn alle twee beladers. Hun hebben nog geen rijbewijs. Nou, zoals je ziet, hij pakt hem aan de ene kant en zet hem met de handvat terug naar de stoep toe. Dat betekent dat die bak gedaan is. Dan is hij leeg. En staat het handvat nog naar de weg, dan weten wij van, oh, die bak moeten wij nog hebben. Bij de zijladers is het precies andersom. Dat klopt, maar ja, het is de mannenhumor, dat moet je begrijpen. En uiteindelijk gewoon zeggen van, vrouwen die zijn emotioneler als de mannen. En de mannen zeggen gewoon, kom op, we gaan door. En je gaat door met z'n allen, zonder dat ze echt een vooroordeel hebben over je. En dat is het mooie hiervan. Ja, je moet de hele dag alert zijn. Ja, je hebt wel te maken met verkeer, kinderen, honden, katten. Eigenlijk alles wat maar op straat beweegt, daar heb je mee te maken. Nou, wij vinden het altijd wel gezellig om gewoon even te kletsen en te doen achter de wagen. Ondanks dat wij veel moeten opletten. Maar voor een geintje zijn wij meestal wel in. Dus zoals je ziet, dan wordt het wat smaller. Nou, dan rijden we wat rustiger, zodat wij geen schades rijden. En is het nodig, dan klappen wij eventueel een zijspiegeltje in. Sommigen zeggen van, ik vind het heel vies om te doen. Wij hebben handschoenen aan als het nodig is. Eigenlijk altijd bij de bakken laden. En in de wagen, we kunnen onze handen wassen op de zaak. En we hebben altijd ontsmettingsmiddel in de wagen. Dus ja, vies werk is het niet meer. Aan de rechterkant onder de bak zit een chip in. En ons witte blokje aan de rechterkant, die registreert de chip. En dan weten wij dat die bak is geweest. Doet je chip het niet, kunnen wij de bak ook niet leeghalen. De bakken kunnen zwaar zijn, die mogen tot ongeveer 70 kilo wegen. Dus ja, soms heb je echt van die zware bakken, ja, en dan ben je even aan het trekken. Nou, en dat hebben we met wegwerkzaamheden ook. Dan moeten we af en toe onverwachts omrijden. Nou, en dat maakt ons werk zo leuk. Je weet nooit wat je te wachten staat, elke dag is anders. Nou, ik heb plezier in mijn werk en dat vind ik gewoon het belangrijkste. Heb ik geen plezier in mijn werk, ja, dan ga ik toch ander werk zoeken, want ik wil met plezier naar mijn werk toe. Zo, zo. Nee. Licht uit. Ramen dicht. En die weer even omhoog stellen. Aangezien ik de kleinste chauffeur ben hier en iedereen langer is als mij, moet ik altijd even zorgen dat alles weer ruim staat. Anders kunnen ze er niet in komen. Zo, en dan gaan we weer naar binnen toe.